Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdag 19 april van Weerplaza. Het was vandaag een fraaie lentedag met een afwisseling van zon en stapelwolken. Vanavond zullen de meeste wolken gaan verdwijnen, het wordt helder en ook rustig, want de wind valt weg. En vannacht kan het onder een heldere hemel en met weinig wind op veel plaatsen gaan vriezen, min 1 tot min 3 in het oosten van het land. Aan de grond wordt het nog kouder. In de vroege ochtenduren is het morgen eerst nog koud, maar smiddags loopt de temperatuur op naar 11 tot 12 graden en dat is ongeveer de normale waarde voor de tijd van het jaar. Verder zien we morgen ook een afwisseling van zon en stapelwolken. Vrijdag dan gaat de temperatuur omhoog naar 13 tot 15 graden. Het is wel wisselvallig met lokaal een enkele bui, maar de zon is ook te zien. Zaterdag en zondag is het ook licht wisselvallig en dan gaat de temperatuur weer naar beneden, naar een graad of 10. Ik ben Diana Woei van weerplaza.nl